Holy shit. Hoe heb je dat? Dit is het bewijs dat ik officieel een auteur genoemd mag worden. Toch heb ik nooit een boek geschreven. Maar waarom ben ik dan een auteur? Het begon allemaal bij mijn verlangen om een iemand te zijn. Kijk, vanaf dat ik een klein kind was, wist ik dat ik iets groots wilde doen met mijn leven. Justin Bieber groot. Want als Justin Bieber op jonge leeftijd een grote ster kan zijn, waarom ik niet? Waarschijnlijk omdat hij wel talent heeft, maar dat even terzijde. En nu ben ik 20 jaar oud. Ik word 21 dit jaar. En wat heb ik bereikt in mijn leven? Niks. Dus daar moet voor eens en voor altijd verandering in komen. Ik moet alles op alles zetten om op mijn cv te kunnen zetten dat ik iets bereikt heb. Ik zocht een inspirerende quote van mijn idool voor een sterke start. Never say never. Goed genoeg. Wat zijn mijn opties? Ik moet een officiële titel hebben. Iets als zanger, kunstenaar, acteur. Ik heb wel eens gefigureerd in een film toen ik 14 was of zo. Daar, dat ben ik. Dat ben ik. Ik ben daar alleen heel onherkenbaar en de titel figurant vind ik ook niet echt iets om trots op te zijn. Maar toen kreeg ik een idee. Als ik nu een boek schrijf, ben ik dan officieel een schrijver? Volgens het wereldwijde web ben je al een schrijver als je een verhaaltje over je dag schrijft. Als je een boek publiceert, ben je officieel een auteur. En dat klinkt nog veel beter. Oké, luister. Ik moet dit natuurlijk niet gaan onderschatten nu. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat dit niet heel moeilijk gaat zijn. De jongste schrijver van Nederland is nog maar 7 jaar oud. Ik ben 20, kom op jongens. Bovendien, zij komt uit dezelfde stad als ik. Dat betekent dat het in ons bloed zit. Maar misschien onderschat ik het dan. I don't know. Waarschijnlijk onderschat ik het inderdaad. Er is namelijk één niet geheel onbelangrijke uitdaging. Ik heb geen ervaring met schrijven. Maar ik ken gelukkig iemand die dat wel heeft. Jij hebt ervaring met schrijven, toch? Ja. Ik zei het toch? Hoe schrijf je een boek? Dat is best lastig. Je moet ook echt wat doorzetten. Want het is natuurlijk gewoon vet veel werk. Maar Maartje vertelde mij alles wat ze wist over schrijven. En ik nam dit zeer serieus. Ik omringde mezelf met boeken, boeken, boeken en nog meer boeken. In combinatie met de tips van Maartje moest dit een fluitje van een cent worden. Vandaag is schrijfdag. Alleen heb ik nog geen idee waar ik over wil gaan schrijven. Dit is wat ze noemen een schrijversblok. Niet geheel onbekend bij schrijvers. Alleen kwam deze iets eerder dan ik had gedacht. Ik kan me een boek voor me halen dat heette iets in de richting van How to be scammed. En dan is het gewoon een boek met lege pagina's. De grap is dan dus How to be scammed en dan is het boek leeg, dus dan ben je gescamd. Haha, leuk. Ik vind het geniaal, want dat zou dus betekenen dat ik niet een heel boek hoef vol te schrijven, maar dat ik gewoon een boek vol met lege pagina's kan hebben. En that's it. Het enige probleem is dus dat het al bestaat. En er bestaat ook zoiets als auteursrecht. Auteursrecht is inderdaad een ding. Dat leer je wel als je auteur bent. Nee, grapje. Het is best wel een algemeen ding. Alleen besefte ik me niet heel veel later dat er eigenlijk weinig auteursrechten kunnen liggen op een boek dat letterlijk lege pagina's bevat. Ik zou dus alleen met een originele titel en een kaft moeten komen. Ik denk dat twee dingen belangrijk zijn aan de kaft. 1. Dat het er legit uitziet. En 2. Die ben ik even vergeten. En zo begon ik aan mijn kaft. Dit is alleen best wel saai om naar te kijken. Dus in plaats daarvan heb ik hier een video voor je van een kat die een banaan eet. Done. Zeg nou eens eerlijk. Dit ziet er toch uit als een boek dat je zou willen kopen? Ik vind het mooi. Export. Hoe doe je dat ook weer? Export. Mijn boek was nu geschreven. Maar dit was het makkelijke deel. Wat als ik je zou vertellen dat ik officieel een auteur ben. Weet ik niet. Maar officieel ook gewoon. Gefeliciteerd. Ik had op een iets enthousiastere reactie gehoopt. Nu was het tijd voor de echte uitdaging. Hoe publiceer je een boek? Ik denk dat het makkelijkste is om gewoon een uitgeverij op te zoeken, die te bellen en het gewoon te vragen. Het ding is, ik wil dat niet. Ik heb heel eerlijk gezegd gewoon een soort angst voor bellen. Ik weet niet wat het is. Ik vind het gewoon echt heel k***. Ik wil dit niet. Oh mijn god. Uitgeverij. Maar gelukkig voor mij was het universum daar weer om mij te redden. Ik heb zojuist iets cools ontdekt. Het blijkt dus dat Amazon gewoon een pagina heeft waar je zelf je boeken kunt uploaden en publiceren. Dat is precies wat we zoeken. En dan ben ik gewoon officieel auteur. What the f***? Hoe kan dit zo makkelijk zijn? Wat? Ik vulde het formulier in en ik uploadde mijn boek. En het mooiste van allemaal was dat ik niemand hoefde te bellen. Gefeliciteerd! Hoe herken je een oplichter? Ik moet nog niet te vroeg juichen, want het gaat nog gecontroleerd worden. En het zou zomaar kunnen dat ze hem niet gaan accepteren, omdat het letterlijk een leeg boek is, wat begrijpelijk is. Maar ik hoop,
Ik hoop dat die gewoon geaccepteerd wordt en dat ik mezelf officieel een auteur mag noemen. Volgens Amazon kon dit tot zo'n 72 uur duren. Maar de volgende dag... Ik heb net een mailtje gekregen van Amazon. Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het boek niet is goedgekeurd door Amazon, omdat het te veel lege pagina's bevat. Wat op zich begrijpelijk is. Het goede nieuws is dat ik denk dat dit sowieso wordt gecheckt door een systeem. Wat betekent, hopelijk, dat we dit systeem ook kunnen tricken en kunnen laten denken dat het boek niet leeg is. Dit is het plan. Ik maak een nieuw Word document aan met heel veel lege pagina's. Dan typ ik één letter en maak de kleur van deze letter wit. Hierdoor wordt de letter onzichtbaar. Dan kopieer ik deze letter op alle pagina's. Ik upload mijn boek opnieuw bij Amazon en ik geniet van mijn succes. Bij nader inzien denk ik toch niet dat dit gaat werken. Als je je boek uploadt bij Amazon, dan kan je de paginakleur zelf kiezen. En dan kan je kiezen uit allemaal verschillende tinten wit. Ik ben dus bang dat de tint wit van mijn paginakleur straks niet dezelfde tint is als mijn letterkleur. Waarom werkt dit nou niet? Straks moet ik echt een boek gaan schrijven. We waren zo dichtbij. Ik was bijna een iemand. Ik denk dat ik nog één allerlaatste trucje achter de hand heb. Hopelijk gaat dit wel werken. Dit was mijn laatste hoop. Dit moest werken. Ik uploadde mijn boek voor de derde keer bij Amazon. En daarna, een dag later... Het boek is goedgekeurd. Wat? Letterlijk het enige wat ik heb gedaan, ik heb paginanummers toegevoegd aan het boek. En dat was blijkbaar genoeg om het systeem te laten denken dat er tekst in zat. Nu zou die op Amazon moeten staan. Natuurlijk ging ik dit meteen checken. En inderdaad. Hij staat gewoon officieel op Amazon. En moet je kijken, hè? Wat staat hier achter mijn naam? Auteur. Ik bestelde meteen twee van mijn eigen boeken, eentje voor mezelf en één gesigneerde versie voor Maartje om haar te bedanken voor al haar hulp waar ik uiteindelijk niks mee heb gedaan. Dat kan je op je cv zetten. En dat is precies wat ik heb gedaan. Ik ben nu officieel een auteur. Het is geen Justin Bieber, maar het is een begin. Blijkbaar is er toch meer te bereiken dan je misschien denkt. Dus de vraag is nu, wat wil jij bereiken? En vergeet niet, never say never.